We lezen de Colossenzenbrief van vers 1 tot en met 8. Colossenzen 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus de broeder aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen, om de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, het welk tot u gekomen is, dat evangelie, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend beleden hebt. Gelijk ook geleerde van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft, uw liefde in de geest. Tot zover. Vanmorgen willen wij dit gedeelte stilstaan, de eerste vijf versen, aan de hand van vier punten. In eerste plaats eerst iets over die gemeente van Colosse, een beetje de achtergrond. In de tweede plaats over hun geloof, vers 4. Daar schrijft Paulus over uw geloof in Christus Jezus, dus hun geloof. In de derde plaats hun liefde, verderop in vers 4. De liefde die gij hebt tot al de heiligen. En ook in vers 8 wordt dat genoemd, uw liefde in de geest. Dus hun liefde. En in de vierde plaats hun hoop. Vers 5. Daar schrijft hij in vers 5 over de hoop die voor u weggelegd is in de hemel. Dus geloof, liefde en hoop. In de eerste plaats iets over die gemeente van Colosse. Hun geloof, hun liefde, hun hoop. Gemeente, Paulus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Colosse. En dat moeten we zoeken bij Efeze. Als u een beetje die landkaart daar van het Midden-Oosten in uw hoofd hebt. Het huidige Turkije. En helemaal op de westpunt, de westkust, daar lag Efeze, havenstad. Aan de overkant lag Griekenland, de Egeïsche Zee. En dan Efeze, en dan ga je 160 kilometer land inwaarts. En daar lag Colosse. Colosse lag in een heel langgerekt dal, aan weerszijden bergen. Het schijnt een prachtige omgeving daar te zijn geweest. Iets verderop lag trouwens Laodicea. En Hierapolis, hoofdstuk 4, vers 13, worden die steden ook genoemd, dat ze de Colossebrief ook verderop moesten bezorgen. Dan konden ze hem daar ook lezen. Opmerkelijk, Paulus is zelf nooit een Colosse geweest. Kijk maar naar vers 4. Daar zegt hij in vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Dus hij had het van horen zeggen. Hij was daar niet zelf geweest, maar anderen hadden hem verteld wat voor heerlijke dingen de Heere daar allemaal in Colosse had gedaan. Hoofdstuk 2 vers 1, kun je er ook nog een aanwijzing vinden. Hij zegt daar in hoofdstuk 2 vers 1, zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Dus een heel aantal gemeenteleden van Colosse hadden Paulus nooit gezien. Sommigen hadden misschien ergens anders ontmoet, maar de meeste hadden Paulus dus ook nooit zelf ontmoet. Hoe was die gemeente er dan gekomen als Paulus er nooit was geweest? Nou, Paulus is 3 jaar in Efeze geweest. En dat was een knooppunt van een verkeer en van handel. En waarschijnlijk zijn zo mensen uit Colosse, Epaphras, die wordt genoemd. Die is waarschijnlijk in Efeze geweest. En die heeft daar Paulus gehoord. De Heer heeft zijn wegen geleid. Hij is door het evangelie geraakt en bekeerd en tot geloof gekomen. En toen heeft hij vervolgens dat evangelie uit Efeze meegenomen naar zijn eigen stad, Colosse. Kijk, vers 7. Daar noemt hij hem in vers 7. Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, welke een getrouwd dienaar van Christus is voor u. Dus Epaphras heeft waarschijnlijk die gemeente in Colosse gesticht.
Hij was dienaar van die gemeente. Zo zal het waarschijnlijk een beetje gegaan zijn. Dus Paulus gaat een brief schrijven aan een gemeente waar hij nooit is geweest en aan mensen die hij nooit heeft gezien. Trouwens, Kolos was ook eigenlijk maar een heel onbetekenend stadje. En een paar jaar nadat Paulus deze brief geschreven heeft, is de stad door een aardbeving totaal verwoest en ook nooit meer opgebouwd. Dus ja, Kolosse, wat was het? Maar toch wel bijzonder als je er dan over nadenkt, dat die brief aan die eenvoudige gemeente, die eenvoudige mensen, dat die brief wereldwijd door alle christenen, alle eeuwen door is gelezen. En die uit die brief zoveel troost en zegen en onderwijs hebben mogen ontvangen. Maar die christenen van Kolosse waren de eerste. Wij hebben vanmorgen die brief aan die gemeente gestuurd. Zij waren de eerste. Dat is toch wel heel bijzonder als je erover nadenkt. Christus vond het de moeite waard dat er een brief door Paulus gestuurd zou worden aan die kleine, eenvoudige gemeente daar in Kolosse. Dat Paulus schreef aan mensen die hij helemaal niet kende. Maar wat voor de Heere is ook wat eenvoudig en klein is van waarde en betekenis. Niet alleen het grote Rome en het grote Athene, ook zomaar dat kleine plaatsje Kolosse. Maar de Heere vergeet ze niet. Ze krijgen een brief van Christus. En zoals de Heere toen was, is hij nog steeds. Hij vergeet het kleine en eenvoudige niet. En dan begint Paulus zijn brief. Vers 1, lees maar even mee nog. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus, die was bij hem, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik pak er twee dingen uit. Hij schrijft aan die heilige en gelovige in Kolosse, te Kolosse, in Kolosse. En ze zijn ook in Christus. Dat dubbele. Ze zijn in Kolosse, zo lees je het. En ze zijn tegelijk in Christus. Allereerst dat eerste. Ze woonden in Kolosse. Die door en door heidense stad. Waar iedereen de afgoden diende. Waar mensen in alle mogelijke zonde en onreinheid leven. Wij kunnen dat niet meer voorstellen. Ons land, hoe ver weg we ook zijn, ons land is nog vaag gestempeld door 2000 jaar christendom. En wij beseffen niet, wij teren nog op die erfenis. Maar als je werkelijk in het heidendom leeft, wat voor een perversiteit en onreinheid en slechtheid en boosheid daar leeft, dat is schokkend. Dus daar woonden ze, in die stad, in zo'n sfeer. Waar alle mensen om je heen in een geestelijke duisternis leven. Elke dag liep je er tegenaan. Op straat, op je werk, die geestelijke duisternis, in je familie. Tot en met in je eigen huis. Want het gebeurde vaak dat je eigen man, je eigen vrouw heiden bleef. Onverschillig bleef. Zelfs vijandig was. Onder je eigen dak. Jij had Christus gevonden door een wonder, maar je man, je vrouw wilde er niks van weten. Zo hebben die mensen daar geleefd. Hè? Dat is wel goed om dat te bedenken. In Kolosse, wat dat allemaal betekent als je in Kolosse woont. Wat moet dat moeilijk en zwaar zijn geweest. Wat moeten die christenen zich vaak daar eenzaam hebben gevoeld. En misschien wel af en toe moedeloos. Om elke dag weer die druk te moeten weerstaan. En al die verzoekingen.
En al die verleidingen. Ze waren zelf een hele jonge, zwakke christenen, net tot geloof gekomen. Ze hadden zelf ook heel hun leven in het heidendom en in de zonde geleefd. Om dan een ander leven te gaan leiden, anders te gaan denken. Ze waren zelf nog zo zwak en dan leef je in zo'n omgeving. En een kleine gemeente. Gemeente van 30 mensen. 40, 50, maar veel meer zal niet geweest zijn. Zo'n klein groepje in zo'n omgeving. Zo diep eenzaam en verlaten. Maar dan krijgt die gemeente op een dag een brief. Van niemand minder dan Paulus. Ze komen bij elkaar. Nou, we hebben een brief gekregen van Paulus. En we gaan hem lezen. Wat moet dat voor hen een geweldige bemoediging zijn geweest. Zo eenzaam en alleen. Maar Paulus denkt aan ons. De Heere denkt aan ons. We krijgen zomaar een brief van Paulus, van Christus. Wat moet dat een geweldige troost en een versterking zijn geweest. De Heere is ons niet vergeten in al ons getop, in al onze zorgen. Maar ze woonden niet alleen in Colosse. Het waren niet alleen christen in Colosse, ze waren ook tegelijk in Christus. Hij was het geheim van hun leven, van hun kracht, van hun liefde, van hun heilige wandel, van hun blijdschap, van hun hoofd. Zij waren in Christus. De Vader had hen opgezocht. Als u kijkt naar die machtige woorden van vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, Colosse. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Er was wat gebeurd. Er woonde een Colosse. Een oude man. Of een jonge vrouw. Of een klein gezinnetje, waar dat machtige, heerlijke wonder was gewerkt. Die man van 80 jaar, die al bijna als heilige gestorven was, overgezet heeft uit de macht der duisternis. Dat jonge vrouwtje, die zomaar voor de wereld leefde, opgezocht, overgezet uit de macht der duisternis, het koninkrijk. Dat gezinnetje, waar de Heer was gaan werken. Ze leven daar in Colosse, maar ook in Christus. Met hem verbonden. Al waren ze nog maar heel eenvoudig, want wat hebben ze nou geweten? Het was allemaal heel eenvoudig, dat geloofsleven. Maar in hem was hun leven en hun hoop en hun sterkte in Christus. Van buiten was er niks bijzonders aan hen te zien. Maar in hun hart droegen ze een schat als ze door die heidense stad liepen. Zoals Paulus het schrijft. Hun leven was met Christus verborgen in God. Dat is wat in Christus zijn. Hun leven was in Christus verborgen in God. Hoofdstuk 3, vers 3. Kanttekening, wat betekent dat? Die mooie tekst, wat betekent dat? Hun leven was met Christus verborgen in God. Hij zegt dat leven is een geestelijk en onvergankelijk leven. Want al hebben de gelovigen enige beginselen daarvan, van het leven, nochtans blijkt dat voor de wereld niet, die ziet er niks van. Zij dragen een geheim. Ja, de wereld kan dat niet zien. Ja, ze merken wel, die mensen zijn anders, maar die weten niet wat nou dat geheim is. Het is verborgen, daarom uw leven is verborgen. De wereld heeft daar geen idee van wat dat dan is. Zoals die kanttekening het zegt. Nochtans blijkt dat voor de wereld niet. Daarom is het een verborgen leven. En zij zelf verwachten de volheid van dat leven
in Christus en met Christus uit de hemel. Het is nog verborgen, ze zien het zelf ook nog niet helemaal, een beginsel, maar ze verwachten het. Straks, wat wel nog verborgen is, wordt straks werkelijkheid. Ze verwachten het, zegt die kanttekening, in Christus, met Christus, uit de hemel. En er staat er zo mooi achter, met een hoop die niet bedriegt. Mooi, hè? Een verborgen leven. Het moest nog helemaal geopenbaard worden. Maar met een hoop die niet bedriegt. Zo liepen ze door Kolossen. Zo leven ze in die heidense omgeving. Met een heidense man, met een heidense vrouw. Maar in hun hart een geheim. Hun leven was met Christus verborgen. In God. Ze leefden in Kolossen. En tegelijk leefden ze in Christus. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Christus was hun schuilplaats. Christus was hun toevlucht. De bron waar ze steeds weer heen gingen om uit te drinken. Hun levenskracht, hun levensbron. In Kolossen, in Christus. Burgers van twee werelden. De wereld hier, Kolossen, en die wereld boven. Wonderlijk, hè? Burgers van twee werelden. In Kolossen had de Heer een taak en een plaats en een roeping gegeven. Ze hadden misschien een gezin en ze hadden een werk. En ze hebben ook in de samenleving een bijdrage geleverd. Ze hebben zich niet teruggetrokken in Kolossen. Ze zijn bijzonder niet buiten de stad in een klooster gewoond, ver bij die heidense troep vandaan. Nee, nee. Ze bleven in Kolossen. Daar hadden ze een taak en een plaats en een roeping. Maar tegelijkertijd in Christus. Ze hebben zich vreemdelingen gevoeld. Dat begrijp je wel. Ze woonden in Kolossen, maar ze woonden er als vreemdelingen. Want Christus was hun werkelijke woonplaats. Daar lag hun hart. Hun werkelijke leven. Hun liefde. En nu vanmorgen wij. Wij leven ook in Kolossen. Katwijk is Kolossen. Je kunt het gewoon invullen. Dat heb je gisteravond kunnen horen de afgelopen week. Wat er aan de boulevard te horen was. En behalve die week het altijd al natuurlijk. Katwijk is Kolossen. Met al zijn drukte. En met al zijn vragen. Zo leven wij daar. Met al onze zorgen. En met al onze zonden. Zo zitten wij hier in deze plaats. We zitten er middenin. Maar leven wij nu ook in Christus? Dat dubbele, hè? In Kolossen, in Christus. In Katwijk, in Christus. Zijn wij burgers van twee werelden? Leven wij zo hier in dit dorp? Of wonen we wel in Katwijk, maar niet in Christus? Dat kan, hè? We voelen ons hier thuis in dit dorp. Maar voelen ons nog thuis bij Hem? Of voel je je niet thuis bij Hem? Is nou dat leven met Hem? En die omgang met Hem? En die liefde tot Hem? Is Hij mijn hoop? En mijn liefde. Is Hij nou de fontein waar ik steeds weer heen ga met mijn dorstige ziel om uit te drinken in dit dorstige Katwijk? Is Hij nou de bron waar ik steeds heen ga om uit te drinken? Ik denk aan William Burns, was een vriend van McShane, jonge kerel. En hij werd zendeling in China. En dat betekende in die tijd afscheid nemen van al je geliefden. En die zag je waarschijnlijk nooit meer terug. 1850. Dus dat betekent eigenlijk een soort sterven. Want je raakte iedereen met wie je verbonden was kwijt. Je ging weg en je zag ze nooit meer terug. Het was eigenlijk een soort sterven.
En toen vroeg iemand aan die jonge William Buns, ja, maar hoe kun je dat nou doen? Want dat is toch nogal wat. En toen zei die William Buns, met Christus kan ik overal zijn. Niet alleen in Schotland, maar ook in China. Als hij daar is, en hij is daar, kan ik er ook zijn. Maar omgekeerd, zonder Christus, ja, kan ik niet in China zijn, maar ook niet in Schotland. Als Christus er niet is, kan ik nergens zijn. En waar hij is, dan kan ik overal zijn. Ook nou in Schotland wonen we misschien, dat maakt dan niet zoveel uit. Dus het gaat om Christus, lieve mensen. Met hem kunnen we overal zijn. Ook in Katwijk. Maar zonder hem kunnen we nergens zijn. Ook niet in dit vertrouwde dorp. Mij is elke dag verloren, die uw roepstem niet verneemt. Want dit land van most en koren is mij immer schoon en vreemd. Je kunt het nog zo goed hebben, most en koren. Maar dit land van most en koren is mij immer schoon en vreemd. Als ik zijn roepstem niet verneem. Ik las een verklaring dat juist de Colossense brief. Het Bijbelboek is waar Christus wel het meest centraal staat. Ja, in alle brieven natuurlijk, daar gaat het niet over. Maar in de Colossense brief is Christus ongeveer het enige thema. De eerste twee hoofdstukken gaan over de heerschappij van Christus. En de laatste twee hoofdstukken over de onderwerping aan Christus. Heel die brief is als het ware gecentreerd, gericht op Christus. De kerntekst, misschien wel hoofdstuk 3, vers 11. Christus is alles en in alle. Denk dat je dan de kern van de Colossense tekst te pakken hebt. Christus is alles en in alle. Die mensen daar, ze leefden daar in die stad, maar ze leefden in Christus. En in ons leven hebben wij nog die dat verborgen leven, die schat door genade in ons hart gelegd. Vreemd beneden, thuis boven. Zo komt bij het tweede punt, dat geloof. Hij zegt in vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Straks ook nog hun liefde en hun hoop. Allereerst nu hun geloof in Christus Jezus. Ik dacht van de week aan de vraag uit de Westminster Catechismus over geloof. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Wat is nou geloven? Ik dacht, laat ik daar eens naar kijken. Wat zegt die kleine catechismus van Westminster? Wat is geloof in Christus Jezus? Ze zeggen, het is een zaligmakende genadegave, waardoor we hem, zoals hij ons in het evangelie aangeboden wordt, ontvangen. En op hem alleen voor onze zaligheid rusten. Dat is geloven. Dus die vraag zegt het terecht. Het geloof richt zich op Christus. Het is een vertrouwen in hem. Een steunen op hem. En een rusten in hem. Dat wordt je in, hè? Geloven in. Geloven in, als daar een anker dat gaat naar beneden, dat zoekt houvast. Wanneer vindt het houvast? Niet als het boven de bodem, maar als het in de bodem, als het erin. Dan zit hij vast en dan trekt hij vast. Geloven in Christus. Het is steunen op en vertrouwen in. Het ligt vast in de grond, het ligt vast in hem. Het geloof richt zich niet zozeer op een waarheid, maar op een persoon, op Christus zelf. Wij geloven in iemand. Dat klinkt misschien heel bekend en vertrouwd. En toch dacht ik van de week ook voor mezelf.
Ik kan niet vaak genoeg tegen mezelf zeggen. Het geloof is werkelijk geloven in Christus. Niet in een serie waarheden. Maar het gaat om hem. Die persoon. Hier die mensen in Kolossen. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Het evangelie was er gekomen. En het had hem bekend gemaakt met hun schuld. En met hun nood. En met hun verlorenheid. En dat doet het evangelie nog steeds. Waar het evangelie komt. Ook vanmorgen. Dan gaat het ons bekend maken met onze nood en met onze verlorenheid. Dat ik daar ook van overtuigd word. Want als ik niet overtuigd ben van mijn schuld en verlorenheid, zal ik ook nooit werkelijk in Christus gaan geloven. Als zonde geen realiteit is geworden, kan Christus ook geen realiteit worden. Het zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Lieve mensen, is er in ons leven nou onrust gekomen? Laat ik nou zo eens vragen. Is er nou onrust gekomen? Of hobbelt het nog steeds zomaar een beetje door? Of is er nou een levende nood? Ik denk zomaar aan Nicodemus. Die bekende Nicodemus. Ja, op een dag kwam er onrust in zijn leven en nood. Hoe het gekomen is, weet ik niet, maar het gebeurde. En hij heeft er een tijd mee zitten tobben en misschien wel wat weg willen duwen. Maar die nood het sterker. En hij heeft misschien wel uitgesteld. Maar op een gegeven moment kon hij niet meer en toen moest hij wel tot Jezus gaan. Hij heeft misschien lang uitgesteld. Maar op een gegeven moment, hij kon niet meer thuis blijven. Hij moest naar Jezus. Zoals Mexiaen, dat mooie lied. Toen vluchtte ik tot Jezus. Herken je daar iets van? Dat die nood zo groot werd dat je geen kant meer op kon. Dan te vluchten tot die zaligmaker. Die ons in het evangelie verkondigd wordt. Zo zegt die Westminster Catechismus het. Hè? Zoals Christus in het evangelie ons aangeboden wordt. Opdat wij van hem gebruik zouden maken. In al onze verlorenheid, onze hoop op hem en op zijn volkomen offer zouden stellen. Omdat het evangelie mij vertelt dat ik mijn schuld en verlorenheid bij hem mag brengen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zo zijn die verloren mensen daar in Kolosse tot Christus gevlucht. En hebben hun hoop op zijn enige offerande gesteld. Mijn heil. Mijn hulp. In mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoogvertrek. En zo mag hij ook vanmorgen, zoals hij toen gepredikt is door Epaphras in Kolosse. Zo mag hij vanmorgen hier verkondigd worden. Omdat je in je schuld en in je onmogelijkheid aan hem zou toevertrouwen. Heere Jezus, wil u ook mijn zaligmaker? Wil u ook mijn verlosser zijn? Mag ik uw vrede, mag ik uw liefde in mijn hart ervaren. Heere, verlos mij van die twijfel. Verlos mij van dat ongeloof dat steeds maar weer u en uw evangelie verdenkt. Bleef Gods roeping nog weer streven? Kan gebeuren, hè? De Heere roept. En wij zetten de hakken in het zand. Bleef Gods roeping nog weer streven. Zo kun je een tijdje als het ware tegenwerken. Maar verzoend door Jezus bloed schonk hij mij geloof ten leven en vernieuwing van gemoed.
Ik zag mijn schuld met schaamte en rouwen. Ik zag wat God in Christus gaf. Dus hij zag twee dingen. Ik zag mijn schuld en ik zag wat God in Christus gaf. Ik lei mijn snode argwaan af. Dat is wat? Argwaan. Zou het wel echt waar zijn? Zou het voor mij ook zijn? Zou het voor mij ook kunnen? Wat een argwaan. De Heere verdenken. Ik lei mijn snode argwaan af. En geloofde als vaders trouwen. God is liefde, o engelen, stem, mensen, tong verheerlijkt hem. Het geloof. Dan tweede, dat geloof blijft niet alleen, het geloof heeft een tweelingzuster, dat is liefde. Dat was het derde punt, vers 4, daar heeft hij het over de liefde die gij hebt tot al de heiligen. Zodra Christus in ons leven komt, al is het nog maar zo eenvoudig. En dat is waarom nog maar het eerste begin. Maar zodra dat gaat gebeuren, als er iets van hem in mijn leven komt, komt er liefde tot alle die hem lief hebben. Dat gebeurt gewoon. Als er iets van Christus in mij wakker wordt en wordt gewerkt, krijg ik liefde en verbondenheid met alle die hem lief hebben. Je krijgt als het ware een nieuwe familie. Nieuwe broers en zussen. Je krijgt ze lief, zo staat het hier, hè? Hun liefde. En je kan je soms zo met hen verbonden voelen. Misschien wat meer met de een dan met de ander. Maar toch, er komt een verbondenheid. Waarom dan? Je herkent elkaar. Dezelfde strijd. Hetzelfde verdriet. Dezelfde nood. Dezelfde vertroostingen. Je herkent elkaar. Als ze mogen vertellen wie Christus is, wat hoor je liever dan dat? Daarom ben je daar graag, waar mensen iets over hem zeggen. Als ze vertellen wat ze in hem gevonden hebben, dat verbindt aan elkaar. Hoe hij een onderwijs heeft gegeven, wat voor onderwijs ze uit het woord kregen, welke geestelijke vertroostingen, geestelijke lessen. Je verstaat elkaar, soms met een half woord. Er komt verbondenheid, liefde. Zo staat dat in de liefde die gij hebt tot al de heiligen. Er zijn soms maar weinig woorden nodig. En dan kun je zo hartelijk met anderen verbonden weten. Johannes schrijft het in zijn eerste brief. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Waarom? Omdat wij de broeders lief hebben. Dat is een kenmerk. Dan krijg je de broeders lief. En dan krijg je ook geduld met elkaars zwakheden en gebreken, want ze zijn lang niet volmaakt en ik zal wel helemaal niet. Maar uit die liefde krijg je een beetje geduld met elkaar. Je kan dingen van elkaar verdragen omdat er iets tegenover staat. Dan denk je, nou laat de rest maar zitten even. Ook al hebben ze misschien wel zo'n lastig karakter. Het kan zelfs zijn dat je theologisch soms niet helemaal op één lijn zit. En toch is die verbondenheid, omdat je iets van dat geestelijke in die ander herkent, toch verbondenheid, ondanks misschien verschillen van inzichten. Maar die liefde is zo diep en zo echt. Verbondenheid met elkaar. Daar is het ook een liefhebben met elkaar, met de daad. Ook elkaars lasten dragen. Dan krijg je gebed voor elkaar om elkaars noden en zorgen mee te dragen. En misschien ook wel met ter daad praktisch helpen. De liefde die gij hebt tot al de heiligen. En dan het laatste punt. Niet alleen geloof en liefde, maar ook hoop. Vers 5, daar wordt die hoop genoemd. De hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Wat is hoop? Hoop richt zich op iets wat er nog niet is, maar wat wel komt. Waar hoopt een christen op? Waar verlangt hij naar? Waar kijkt hij naar uit?
Nou, ik zou zeggen vanmorgen, zeg het maar. Waar kijkt u naar uit? Waar verlang je naar? Dan weet je wat je hoop is. Je bent wat je denkt. Paulus gaat in Filippenzen 3, vers 19, over mensen die aardse dingen bedenken. Ze zijn alleen maar bezig met hier en nu, die aardse dingen bedenken. Ik hoop niet dat je erop lijkt. Want weet je wat hij dan verder schrijft? En dat is vreselijk. Welker einde is het verderf? Als je alleen maar aardse dingen bedenkt, hier en nu, en verder niks, dan is dit je toekomst. Welker einde is het verderf? Maar gaat Paulus dan gelijk weer verder in Filippenzen 3, maar onze wandel is in de hemel. Die anderen die bedenken aardse dingen, maar onze wandel, zegt hij, is in de hemel. Mijn hart, mijn leven ligt boven van waar wij Christus verwachten. Dat is die hoop. Je doet uitkijken omhoog. Daar ligt mijn leven. Gods kerk is een uitziende kerk. Een hopende kerk. En die hoop, ja, dat is niet zo. Dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een levensstijl. Hopen, dat is een manier van staan in het leven. Dat is niet zomaar iets wat zo af en toe eens even leeft. Dat is een hele manier van leven. Het leven van de hoop. Hoe ziet dat er dan uit? Die levenswijze van de hoop. Nou, ik zal zomaar een stuk of 5, 6 dingen noemen. In de eerste plaats. Die hoop doet zuchten. Paulus in Romeinen 8 heeft het ook over die hoop. Wij zijn in hopen zalig geworden. Daar heeft het over die hoop. En dan doet die hoop zuchten. Vers 23. Wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. We hebben de eerstelingen, het beginnetje. Een voorsmaak van de zaligheid en van de vreugde. Van zijn nabijheid, de eerstelingen. Iets van zijn heerlijkheid, iets van zijn nabijheid. En dan komt er zo'n verlangen als die eerstelingen al zo heerlijk zijn. En als ze kunnen, dan ga je zuchten, dat betekent intens verlangen naar. Snakken naar. Wij zuchten in onszelf om al die volheid te mogen genieten. In welke ga je verheugd? Met een onuitsprekelijke. Heerlijke vreugde. Hoop doet zuchten van verlangen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Dat was nummer 1. Hoop doet zuchten. En dat zuchten we nog sterker, laat ik dat er gelijk bij zeggen. Doordat iemand die de Heer lief heeft ook steeds meer gaat zuchten, dat is de andere kant, over die zonde. Die hij nog steeds bij zichzelf tegenkomt. Dan gaat hij ook. Het is een dubbel zuchten. Het is een zuchten naar en een zuchten om. Zuchten over jezelf. Ik ellendig mens, hoor je hem zuchten, Romeinen 7. Wie zal mij verlossen? Zuchten onder jezelf. En zuchten naar. Die volle op met dat al dubbele zuchten. Hoop doet zuchten. Die hoop, dat is tweede, is ook een reinigende hoop. En Johannes 3, vers 3. Een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk ook hij rein is. Een levende hoop doet de zonde haten. En vliegt, het bestaat niet dat er een levende hoop is en je houdt de zonde aan de hand. De levende hoop is een reinigende hoop. Derde. Een levende hoop. Bewaard voor aardsgezindheid. En voor materialisme.
Paulus in Titus 2 vers 13 heeft ook weer over die hoop. Hè? Het gaat steeds over die hoop. Hij schrijft er over de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Waaraan kun je die mensen herkennen? Die die levende hoop hebben op die zaligmaker. Titus 2 vers 13. Hij zegt, die leven matig en rechtvaardig en godzalig in deze tegenwoordige wereld. Hij bedoelt te zeggen, dan leef je sober. Mensen van de hoop zijn mensen die sober en eenvoudig. Ze hoeven niet alles mee te graaien wat hier te halen en te beleven is, want het beste is daar. Dus iemand die van de hoop leeft, leeft eenvoudig en sober en bescheiden. Omdat er betere dingen zijn, de dingen van boven, die mijn hart vermaken. Matig, rechtvaardig, godzalig. Hoe zou het komen dat reformatorisch Nederland zo in luxe baat? Dat wij ook zoveel mogelijk proberen mee te nemen van de overvloed van deze wereld. Zou dat er niet mee te maken hebben dat er zo weinig het leven van de hoop is? Ja, als die hoop niet leeft, dan ga je het hier zoeken, hè? Je moet toch wat? Dan moet je met je geld leuke dingen gaan doen. En dat is wel erg, hè? Als er geen levende hoop is, dan ga je maar zoeken in hier. Kijk uit. Een levende hoop. Vierde. Maakt ook ijverig. En doet volharden. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Vergetende wat achter mij is. En strekkende, daar heb je iets van die ijveren. Strekken, daarna uitstrekken. Naar hetgeen voor me is. Jaag ik. Niet zomaar slenter ik. Jaag ik. Hoop geeft ijver. Jaag ik naar het wit, naar het doel. Ik zet alles op alles. Het doel, het wit, daar is mijn leven op gericht. En de rest er geen oog voor. Het geeft een ijver, een ijver. Omdat er zo'n verlangen is en zo'n liefde is. Jaag ik naar het wit tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Een levende hoop geeft ijver. En als die ijver in mijn leven weg is en ik net als Laodicea lauw word, dan heeft het ermee te maken dat die hoop niet meer leeft. Ja, dan word ik lauw. En dan verachter ik. Het is voor jezelf een thermometer. Hoe het nou staat met die hoop, is het iets van die ijver. Ik jaag ernaar. Ja, ja. Of niet? Ik strek mij uit, verlangend als het ware. Als dat er niet is, dan is de hoop weg. Want de levende hoop doet jagen en verlangend uitstrekken. Het vijfde. Een levende hoop, het leven van de hoop. Hè? We zijn zomaar bezig om wat dingen van hoe ziet nou het leven van de hoop eruit. Een levende hoop geeft ook de kracht om kruisen. En beproevingen te dragen. Kom ik weer bij Romeinen 8. Vers 18. Want ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd. Niet is te waarderen tegen de heerlijkheid. Daar heb je die hoop, hè? Daar heb je die hoop. Die heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Paulus moest heel wat mee, maar het lijden van deze tegenwoordige tijd. Die mensen in Noord-Korea, hoe houden ze het vol? Het is toch niet te doen? Het is zo verschrikkelijk, hun lijden. Hoe kunnen ze het volhouden? Vanwege die hoop. Dat is het geheim. Vanwege die hoop. Het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Wat ze hiermee moeten maken, het is soms een hel. Maar ze zeggen, ja, maar die heerlijkheid straks, dat maakt alles goed. En in mijn pastoraat heb ik ook al heel wat mensen ontmoet.
die in hun leven zoveel verdriet en kruisen mee moesten maken. Dat je dacht, hoe kun je nog verder? Het is te zwaar om te dragen. Maar er was iets van die hoop. En dat gaf kracht om lijden en beproevingen te dragen. Het waren dan ook mensen die dicht bij de Heer leefden. Dat kan niet zonder natuurlijk. Die hoop, daar heb je het weer, moet al ons leed verzachten. Verzachten. Het leven van de hoop. Want een zegen. Ook in kruis en in rouw en in pijn. Heere, geef mij ook die levende hoop op u. Het laatste. Ik kan veel meer dingen kunnen noemen. Maar het zesde. Het leven van de hoop. Ook dit. Geeft ook de kracht om de verzoekingen en de verleidingen van de zonde van deze wereld te kunnen weerstaan. Rutherford, die schrijft in een van zijn brieven, hij zegt nogal kras, hij zegt de wereld die biedt zich aan als een hoer. Stelt zich beschikbaar. Hij zegt, maar waar ware liefde tot Christus is, dan kun je dat alleen maar verachten. In een goed huwelijk kun je een minderwaardige vrouw toch alleen maar verachten. En verontwaardigd wegsturen. De wereld biedt zich aan als een hoer. Als een concurrent van Christus. Al gaf men al zijn liefde. Voor deze, al gaf men al het goud. Voor deze liefde. Men zou hem ten eenenmale verachten, zegt Hooglied. Want die liefde van Christus is zo onvergelijkbaar. En die hoop daarop. Dat maakt sterk. Om de verzoekingen te weerstaan. Maar als de hoop niet leeft. Ja, dan heeft de zonde en de wereld vrij spel. Het zit allemaal aan elkaar vast. Hè? Het leven van de hoop. Dat heeft met heel ons leven op alle punten te maken. Er zijn ook wel dingen genoemd. Het leven van de hoop. Waar het een beetje uit bestaat. En waar die hoop zich op richt. Maar toch, u voelt het bijna al aankomen. Die hoop is ook weer ten diepste iemand. Het is Christus zelf, die hoop. Waar het geloof en die liefde zich op richten. Colossenzen 1, vers 27. Daar staat het zwart op wit. Christus, die onze hoop is. Wordt hier letterlijk genoemd in deze brief. Voor die mensen in Colossen, die het niet makkelijk hadden. Maar Christus, zegt hij, lieve vrienden, hij zegt, jullie bent niet makkelijk daar. Maar Christus die onze hoop is, zul je het niet vergeten. Zo heeft Paulus die gemeente daar bemoedigd en gesterkt. En vanmorgen, hij zegt, ja, dan hoor ik van alles over die hoop, maar ik ken die hoop niet. Hoe kom ik aan die hoop? Die wil ik ook zo graag hebben. Zou ik ook die hoop kunnen krijgen? Dat leven van de hoop. Jazeker. Ga naar Christus. Hij is onze hoop. Dus als je die hoop wil hebben, moet je bij hem zijn. Verlang je naar een sterkere hoop? Dat kan ook. Een vastere hoop. Het kan zijn dat er ooit wel eens meer hoop is geweest. Maar dat nou die hoop behoorlijk ingezonken is. En de moedeloosheid toeslaat. Had ik maar meer hoop en een vastere hoop. Misschien vanmorgen hier en thuis. Wel moedeloos. Of in het donker. Geen hoop. Wat moet ik? Wat moet ik? Ja, maar één antwoord. Ga naar Christus, die onze hoop is. Zijn bloed is de enige hoop. Maar is ook een volkomen hoop. Hij is opgestaan en hij heeft dood en graf en wereld en zonde alles overwonnen. En een volkomen gerechtigheid aangebracht. Hoop op Christus in alle verlorenheid en nood. Hoop op zijn grote barmhartigheid.
Want die op hem hopen, zullen niet te vergeefs hopen. Amen.